En dan komt hij. Op de grote van Den Haag. Daar moet op gedronken worden, klinkt het in de nieuwe fractie van Groep De Mos. De raadsleden en politiek leider hebben een korte nacht gehad en dat is te horen. Ja, we zijn een beetje hees. We hebben natuurlijk gisteravond met kandidaten, families van kandidaten, vrienden, maar ook met heel veel vrijwilligers natuurlijk wel een feest gehad. En ik heb wel een beetje hard gejuicht. De Mos heeft wel een verklaring voor de winst van zijn partij. Want we luisteren naar de burgers van deze stad. En die burgers die hebben soms problemen, soms tips, soms een hele mooie initiatieven. Ja, als je serieus die burgers benadert en naar ze luistert, ja, dan vinden ze dat heel prettig. En je ziet dat andere partijen dat minder doen. De kersverse raadsleden van Groep De Mos zijn ook blij en trots dat ze de grootste van Den Haag zijn geworden. Ik heb er wel over gedroomd, maar ja, natuurlijk hoop je natuurlijk dat het gaat gebeuren. En je praat er natuurlijk met iedereen over. En het is gebeurd. Het is gebeurd. We zijn de grootste en we zijn enorm blij. Ik loop nu een tijdje mee en ik vind het toch leuk en interessant. Je ziet allemaal dingen gebeuren en denk je, oh ja joh. En dan zie je ook wat ze allemaal aan het doen zijn. Dan denk je, ja, ik wil er graag in gaan zitten. En graag laten zien dat het ook anders kan en vooral sneller. De eerste stap die De Mos nu gaat zetten is het vormen van een coalitie. Hiervoor zal de partij een verkenner aanwijzen. De naam van de verkenner, Tommy Beugelsdijk. We hebben Tommy hoog zitten, maar dat mag vast niet van ADO. Die moet op het veld staan, anders dan kan hij zich blesseren, hoorde ik heel eens in het verleden.